De voorstelling is voor mij geslaagd als mensen achteraf in de foyer iets nadrinken, meningen uitwisselen en daardoor in discussie gaan. En dat is in zeer bekende verhalen niet altijd gemakkelijk, omdat het is zo voor de hand liggend wat dat er gaat gebeuren. Maar toch wil ik dat mensen discussiëren over de voorstelling. Ja, maar ik vond dat, ah nee, dat is niet waar, dat gaat hem daarover. En dat vind ik interessant. Mensen moeten altijd aan het denken gezet worden. Het kant-en-klaar aanbieden van een voorstelling vind ik altijd de verkeerde keuze.